Rut Wallage-Binheim was een klein meisje toen dat gebeurde. Die heeft de Kristallnacht in Hannover meegemaakt. En vandaag mag ik haar voeten wassen. Rut Wallage. Ik vind het een eer dat ik uw voeten mag wassen. Ik heb een hele rare opmerking. Rut is Nederlands. Ik ben in Duitsland geboren en ik ben Rut. Ja. Ja? Ja. Rut. Dat wou ik even zeggen. Mevrouw Rut. Ja. U bent in Duitsland geboren en u heeft als meisje de Kristallnacht in Hannover meegemaakt. Hoe voelt dit trouwens? Dit is lekker warm. Vindt u het goed dat ik uw voeten was, terwijl ik u wat vraag? Nee hoor, ga je gang maar. Kunt u ons vertellen wat u zich herinnert van die nacht? Er was natuurlijk al een hele periode aan vooraf gegaan. En als ik terugdenk aan die periode, denk ik alleen maar aan angst. Angst voor alles wat er om je heen gebeurde en wat plotseling gebeurde. Ik ben in 1925 geboren en ik was dus 8 jaar toen Hitler aan de macht kwam. Mijn moeder huilde veel, mijn vader niet, maar mijn moeder wel. Uh-huh. En mijn moeder wilde naar Palestina. Oh ja? Maar mijn vader zei, ik ben eerst Duitse en dan Jood. Mij doen ze niet, want ik heb nooit iemand kwaad gedaan. Nou, dat kon hij niet lang volhouden, want ze zijn allebei vergast. Mijn vader en mijn moeder. Alleen maar omdat het Joden waren. Met die gevoelens ben ik opgegroeid. En ik merk nu ik ouder word, oud ben, komt het verleden steeds dichterbij. Ja, maar toen bij jullie ook de ruiten werden ingegooid, was er toen iemand die iets deed? Nee, bij mal. Want jullie hadden een zaak? We hadden een zaak, manufacturen noemde je dat toen. En wij woonden daarboven in een erke. Dus we konden ook van twee kanten kijken wat er beneden gebeurde. En ik weet nog wel dat ik uit school kwam. En dat er bij de Joodse winkels in Hannover al de bruinhemden stonden met hakenkruisvlaggen. En borden van koop niet bij Joden. Mm-hmm. Voor die tijd hoorden we al een fluitje. Dat was een man. En die riep, hey, bij de Jood Binheim zijn we nog niet geweest. En hij blies op een fluitje. En toen komt er een overvalwagen aan met bruinhemden. En die met bijlen en messen. En die sprongen uit de overvalwagen. En die sloegen onze ruiten kapot van de winkel. En die maakte een enorme bende van de winkel. En die lieten dan ook nog uitwerpselen achter. Ja. En toen, en wij woonden boven. En toen werden wij gesommeerd om de rotzooi beneden op te ruimen. Mensen stonden als aan de grond genageld te kijken. En weet u nog hoe dat voelde? Oh, vreselijk. Eenzaam. Ja, u bent in Auschwitz terechtgekomen. Dat was later. Ja, daar later. En daarna bent u heeft het overleefd. U kwam terug en toen waren er ook geen mensen die stonden te juichen. Nee. Hoe heeft u uw leven kunnen leven terwijl er zoveel mensen niets deden? Er was een man waar ik van hield. Hij was getrouwd, dat was het enige blaam. Een Wallage dus? Een Wallage. Een Nederlander? Ja, een Nederlander. En daar, die was zo goed voor mij, die zorgde zo goed voor mij. En mijn zuster die emigreerde naar Amerika. Mijn broer was vermoord. En daar zat ik. Waar moest ik heen? Duitsland was geen optie, daar wilde ik nooit meer naartoe. In Nederland was ik een vreemdeling. En ik sprak ook nog met een Duits accent, dat doe ik nog, maar ik ben er nou aan gewend. Maar ik werd er toen mee geplaagd. Maar wat heeft dat met uw vertrouwen in de mens gedaan, allemaal? Ik had al lang geen vertrouwen meer.
Ik heb nog geen vertrouwen in de mens. Nee? Nee. Nee. Een mens is egocentrisch. En als het in zijn eigen centrum goed gaat, is hij aardig, is hij vriendelijk, is het geen antisemiet. Maar alweer, als je één ding zegt wat hem niet bevalt, dan komt de ware aard boven. En ik denk dat is nog zo. Betekent dat u uw hele leven op eieren loopt? Ach, ik leid er niet meer onder. Ik heb eronder geleden. Ik vind het wel een eer dat ik uw voeten mag wassen. Maar hoe is dat voor u? Want u... Ja, nee, maar serieus. Zijn uw voeten wel eens gewassen? Door iemand anders dan door uzelf? Ik denk het niet. Oh, wat leuk. Maar is het een kwestie van vertrouwen? Of niet? Of, nou, heel veel mensen durven hun sokken niet voor mij uit te doen. Is het zo? Ja, maar u bent er wat gewend natuurlijk, zo langzamerhand. Het is nog maar het begin. Ik wil me wel helemaal... Oh, nou, heerlijk. Maar ik denk dat er dan gelachen wordt. Nee hoor, kijk, ik heb in 5 verschillende concentratiekampen gezeten. En dan moesten we 's morgens bijvoorbeeld op appel, zomer en winter, naakt. Zo. En dat vond ik, toen ik in Auschwitz kwam, en we moesten onze kleren uitdoen. En toen zei ik, dat doe ik niet. Maar ja, als je dan ziet hoe ze met een zweep komen, dan heb je niet gauw meer iets te zeggen. Dan doe je alles wat ze vragen. Ik vind nou ook niets meer erg. Nee? Nee. En wat maakt uw leven de moeite waard? Op mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Ja? Ja. Ik vind het heel fijn dat u het hier kwam vertellen, uw verhaal. Roet. Ja. Dank u wel. Ja. We'll be right back.